Neem maar je schooltas, hè. En de bak. En Rachelle, ga maar naar binnen. Rachelle, ga maar naar binnen, kom. Evelie, doe mijn schooltas in de bak. Kom, Polly. Doe mijn schooltas in de bak. Waar doe mijn schooltas in de bak? Ik ben nog niet van de bak. Dan mag je dan pas. En jasjes uit doen. Nee, jasje. Dan kom maar met je mouw. Ja. Mooi ook op met je mouw. Ja, ook. Mooi. Doe maar aan de kast. Doe mijn jasje uit, waar? Ja. Zo, met de andere hand. Ja. Lep het niet waar, hè? Kom maar, voor jouw jas. Kom. Niet je mondje. Zo, mondje. En nu? Ja, prima. Goed zo. Mag ik maar, ja? Ik ben mijn huis. Oké. Naar binnen komen en op bakje zitten. We gaan niet lopen, nee, niet lopen, niet lopen, niet lopen, lopen. Oranje uiltje. Ja. Hop.
van jongens en van meisjes. We maken een kringetje van tralala. Maak nu een buiging, maak nu een buiging. Bij de hand, bij de hand, pak je vriendje bij de hand. Bij de hand, bij de hand, pak je vriendje bij de hand. Dan laten de handjes los. Dan zie je maar je hoog en druk. Een ander kleurtje, dat is zeer goed en bar. Dat je kan ook een waskoetje pakken. Neem maar eens een toosje. Oh, dan heb ik een kleurtje, een wasko. En Rachel, heb je jouw wasko? Ja. En neem maar een ander dan. Ja. Ja. Dank u wel. Odin, dank u wel. Wat kleurtje is dat? Geel. Ja. Ik ben goed aan. Ik heb hier mijn kaars. Mijn lantaarn met een kaars. En ik ga een kaarsje laten branden. Maar? Ja. Ik? Mama, mama. Voorzichtig zijn, niet met kaarsjes. Nee, maar. Laat maar. Voilà. Zo. Paulientje, jij hebt een klein babytje in je huisje, niet? Ja, Amelie. Amelie, en ben je blij met Amelie? Ja, en Roosje? Roos, je hebt een broer. Hoe noemt jouw broer? Raf. Ja. Raf. En Raf mag bijna naar huis komen. En Amelie, Amelie, is ze nu bij Mimi of bij mama? Bij mama. En ik heb een gebedje mee. Gaan we eens luisteren? Gaan we eens luisteren naar het gebedje? Ja. Jezus, iedereen mag het horen. Er is bij Roos en bij Paulien een baby geboren. Zij vinden ze zo lief, zo mooi. Zie hoe Roos en Paulien stralen vandaag. Ze zijn blij met hun broertje en zusje. Roos ziet graag Raf. En Paulientje ziet graag Amelie. Hé? Hey? Ja. Ja, maar is een dikke bravo doen voor Raf en voor Amelie. Bravo! Wij zijn blij, wij zijn blij. Met de nieuwe baby's, met de nieuwe baby's. Wij zijn blij. Voilà, we gaan dicht doen en jij mag het lantaarntje terugzetten. Voorzichtig gaan we dat lantaarntje. Zet het maar mooi
Voilà. Wees in blijven. Tip de muis. Een boek over Tip de muis. Ja, zo heeft dat een keer voor gelezen, niet? Nee, wat is met Tip de muis? Tip de muis, wij in de school? Nee. Tip de muis zegt, mama, ik wil niet naar school. Siloetje, doe die rokje naar beneden. Ik wil bij jou blijven, zegt hij. Ja. Maar wat doet mama? Strijken. Mama gaat strijken. Wat doet mama nog? Mama moet het huisje poetsen. Mama moet het huisje mooi maken. Wat doet mama nog? Bellen. Telefoneren naar tante Trees. En vindt Tip de muis dat leuk? Nee. Tip de muis. En dan moet ze nog iets doen. Mijn school. Nee, kijk hier. Wat. Ze gaan naar de winkel. Ze doen boodschappen. En Tip de muis ziet de school. En Tip de muis zegt, ik ga vlugjes kijken door het raam, Remy. Ik ga kijken door het raam. En hij gaat door het raam kijken. Hij gaat een beetje koekeloeren, ja. Hij gaat koekeloeren door het raam. En hij ziet zijn vriendjes, wat hebben ze aan? Een groene schort. Met een blauwe strik. En ze zijn aan het schilderen. Ze zijn aan het tekenen. Ze zijn aan het spelen. En Tip de muis is een beetje jaloers. Ja. En s'avonds, Heavenly, als hij thuis komt. Een mandarijn. Wat zijn jullie aan het maken? Oei, ja, ze kruipt naar je mond. Oei. Hoe doen? Ja, we laten nu mandarijn. Ik nu maar op. Die een ander stukje. Wat zijn jullie aan het maken, Odin? Ja, eerst eten, ja. Broodje. Ah. Steek maar op je stokje, hè, Jean. Appeltjes. Jij moet alleen appeltjes, hè. Zeker in je mondje. Een fruitbrochetje, ja, nee? Wat wil je? Ik kan nog niet zetten. En welk kindje is dat? Wat is dat? Neem maar een stukje kiwi. Ja, naar de kleur heeft kan kiwi. Niet. Groen. Ja. Kan niet. Kan het niet erop? Neem maar een groene drijf erop. Een groene drijf. Ja. Beetje kiwi, hè? Kiwi stukje. Wat ben je aan het maken, Siloetje? Wat is dat? Hoe noemen we dat? Een brochetje, nee? Een brochetje van fruit, hè? Artemis? Ja. Nee, maar een stukje appel. Appel, pom, appel. Ja. Ja, appel. Een stukje appel hier, hè? Zo. Kijk naar het puntje. Je moet het doorschrijven. Roosje, neem maar een keer een druifje. Hè. Hou het nog onderaan vast. Roos, neem maar een druifje. Druifje niet in de roos. En ja. Paulientje. Paulientje. Gaan een stokje moeten draaien, Paulientje. Dat gaat lekker zijn, hè. Appeltjes. En wat, zet er, wat ligt er daar nog allemaal? Roos. Appeltjes, en wat nog? Oei. Ja, doe maar. Opletten bij je. Ja. Oh. Neem nog maar een stukje. Neem maar Artemis. Appel. Artemis, appel. Neem ja. Maar een stukje, ja. Ja. Blijf voor een scherm. Zijn fruitbroesjes. En gaan wij het stokje opeten? Nee. Nee. Hoe gaan wij dat dan doen? Je mag dat niet eten. Hoe zullen wij dat opeten? Ah, probeer maar, Roos. Smakelijk. 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 Eet maar, hoor. Neem maar een stokje vast. Trek het er maar af. Trek maar een stukje eraf. Fruit opeten. Trek maar. Ja, koeling, vleem. Trek maar, hoor, Silou. Ja, steek maar een mondje. Smakelijk. Rachelik. Odin houdt ik je boven tafel, je brochetje. Rachelik. Ha. Is het lekker? Ja, trek het maar af hoor. Wat is dat? Trek maar hoor. Silo. Hopla! Ja, laat het maar liggen, maar een ander stukje. Ja. Wat is dat? Kiwi. Kiwi.
lekker, Rachel? Trek maar hoor. Is het lekker, Paulientje? Wat is dat, Rumi? Rumi. Hier komt de rups, paardie, paarda. Ga maar vooruit, Roos. Veeg je pootjes af, veeg je pootjes af. Hier komt de rups, paardie, paarda. En zijn staart die valt eraf, paarda. Goed, Rumi. Nu mag jij de eerste staan, het kopje van de rups. En wie is er nu de laatste? Ga jij moeten staartje zijn? Ja? Ah, Rumietje. Zijn we klaar? Roos, pak dat maar vast. Hier komt de... Ga maar vooruit, jongen. Hier komt de rups, paardie, paarda. Veeg je pootjes af, veeg je pootjes af. Ga maar vooruit. Hier komt de rups, paardie, paarda. En zijn staart die valt eraf, paardaf. Ah, we zien jou niet meer, Silo. Goed zo, flink. Wat zijn jullie aan het schilderen? Sjaan, wat ben je aan het schilderen? Een appel. Een appel, amai, mooi. Rondje, 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 rondje. Toep. Mag hier appeltjes schilderen, hoor. En Silo, wat is van jou? Ook een appel. Ook een appel. En Sulukouvelier en Roos, wat zijn jullie aan het schilderen? Een appel. Oh, schilder ze maar helemaal in het oranje. Hola, wat is dat hier nu? Sjaan. Een klontje. En een? Van boven is het een? Deel. Oh, chic, hè? Mooi, mooi, mooi. En ik was vergeten. Ja, was een beetje mis. En mag je al je sinaasappeltje helemaal oranje schilderen, niet van binnen? Ja, maar van binnen helemaal oranje. Goed zo. Flunk, 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 flunk. Ja. Ah, kijk hier. Hey. Zijn jullie ook appeltjes aan het maken, Lucie? Ja. Hey? Ja. En Rachelleke ook? Appeltje maken? Nee, is de peer ook niet? Een banaan. Ja. Is het een appel? Is het een appel? Zij is appel. Ja, flink hoor, Artemis. Flink, hè? Nee. En Lucilietje? Een appel? Mooi, hè? Spelen. Ja. Ja. En de centjes erin stoppen. Nee, dat mag niet. Eerst moet je daarop drukken. Nee, moet je drukken. Op bootje? Op paardje? Nee. Wat ben je aan het maken, Roos?
appelwerk. Een appel. Maar we gaan dan nog een mesje geven. We gaan nog een mes nemen, hè? We moeten voorzichtig zijn, hè, met een mes.